ga dit nooit van mijn leven kunnen. Dit is nu de setup. Afzet en go. Oké, en dit is het moment dat het even allemaal wat anders verliep dan gepland. Goedemorgen dames en heren, super leuk dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe video. Mijn naam is Tycho en afgelopen paar dagen waren echt niet normaal. Er is dus een hele grote kans dat jij deze video... Wow. Yes, gast! Yes! Yes. Een tijdje terug op het internet ben tegengekomen, want die video is echt niet normaal viral gegaan. Die video is namelijk op het Instagram account van Dumpert gekomen. Jullie kunnen het misschien wel kennen, maar als ik nu ga kijken, dan zit hij op 1,3 miljoen views. Jeez. Echt, ik ben super blij hoe dat uiteindelijk allemaal is gelopen. Maar deze video die je nu gaat kijken, die was eerder opgenomen dan de vorige video. Omdat het plan was om deze eerst te uploaden. Maar aangezien die vorige video dus zo helemaal was opgeblazen, dacht ik van ja, het zou dom zijn als ik die niet eerst upload. Maar voor deze video staat er weer een niet normaal grote waterjump op de planning. Dus ik switch over naar wat ik een paar dagen terug heb gefilmd. En veel plezier. Fuck man bro. Ben jij klaar voor om nat te worden? Is het zo moeilijk? Ja, hij is echt heel ja? Ik heb geen andere kleding bij me. We zijn hier bij het watertje aangekomen. Alleen, nee maar dit is het verkeerde kantje. We moeten verderop daar lopen. Alleen het enige nadeel is... En hij is knijtenver. En de aanloop is niet goed. Dus we moeten even iets fixen waardoor de aanloop wel goed wordt. Maar jij denkt dat ik dit ga swingen? Ja. Ik heb hier ooit met Miles gestaan. En Miles en ik zaten allebei van... Nee, dat gaan we niet doen. Alleen toen later stond ik een keer hier bij dezelfde sloot, alleen aan de andere kant. En toen dacht ik van, vanaf hier kan het misschien wel. Maar dan moeten we wel de aanloop fixen. Ik maak jou gewoon als eerst. En als jij erin valt, dan weet ik dat ik niet hoef te gaan. We gaan voor steepjes gaan. Heb je gewoon een normale landing daar? En dan moeten we alleen even iets voor de aanloop regelen. Ja, hoelo. Hij is wel echt ver, hè? 17,5. Dat is niet te doen, man. Ja, maar jij hebt wel een maatje kleiner dan ik. Ik ga dit nooit van mijn leven kunnen. Jawel. Kom, je moet even daarin meelopen, dan snap je hem. Ja, het is wel echt ver, hè? Hier hebben we nog een plekje. Hiero. Goede aanloop. Boom. Dan moeten we even zorgen dat we hiero iets opleggen, dat we niet over deze schelpjes struikelen. Ja, ik denk echt dat het kan, hoor. weet je wat ik alleen heb? Ik zit van, als ik hem niet haal en ik fok mijn enkel op, dan kan ik niet mijn rijexamen doen over een paar weken. Oh ja, dat zou wel heel vervelend zijn. Ja. Oké, we zijn nu een stukje verder van de sprong, want de sprong is daar. En wij zijn nu hier. En voor de afzet heb ik hier al een houten plankje gevonden. Dat houten plankje moeten we even lenen. Laat ervoor. En dan hopen dat er niet een boze man achter me aankomt. Ja. Ja, dit zijn plankjes? Ik denk het ik wel. Ik denk dat het... Hoppa, nou, we kunnen naar de spot. Zo. Dit wordt echt kut. We zaten te kutten met die plankjes daar. En ineens kijk ik hier in dit gebouw. Er staan hier gewoon pallets. Chill. Gewoon een pallet. Dus ik denk dat het slim is. Hey, misschien kan je die paraplu gebruiken. Dan kan je gewoon vliegen. Ja. Doe ik die zo boven en dan ga ik langzaam landen. Het stinkt in een koude rotte vis. Dit is nu de setup. Boom, afzet en go. Yes! Hij is echt knijtenver. Ik moet sowieso eerst even iets van een warming upje of zo doen, want anders gaan mijn knieën echt instant kapot. En daar heb ik al helemaal geen zin in. Oké. Okay. Ik moet even mijn beentjes opwarmen voor de grote impact. Dus even een rondje hardlopen. Even uitlopen. Ik heb zo'n slechte conditie. Hoe voel je je? Gespannen. Als je er nu in valt, dan zijn je nieuwe schoenen wel gelijk helemaal zwart. Ja, nou ja. Ik heb gewoon, als ik hem inzet, dan moet ik er 100% voor gaan. Niks moet er tussen komen. Nee, het moet gewoon gaan. Ja, je hebt een tweede poging. Je hebt nog twee schoenen bij je, maar... Dat ga ik niet doen. Het is gewoon één keer klaar. Als ik erin leg, is het klaar. Spannend, bro. Spannend. Ja, wat ga je doen? Ik ga daar staan en in mijn hoofd zit ik ga het doen. Maar als ik in mijn aanloop niet goed voel... Dan moet je even stoppen en even... Ja. Wat denk jij? Gaat hij het halen of gaat hij in het water vallen? Ik denk eerlijk
Ja? Nee, ik denk wel dat hij het gaat halen. Tenminste, ik hoop het. Ik hoop het. Ik vind het wel best ver. Ja, het is ook super ver. Ja, dat is maar één manier om erachter te komen, hè? Ja. Let's go! Oh, ik vind het echt zo spannend. Oké, let's go. 3. Oké. 1. Let's go! Ja! Holy shit! Hey! Holy shit, man! Gas, je vloog, ouwe! Ja! Wat yo, man! Sick! Ligt mijn rug wel een beetje open. Echt? Wat heb je gedaan dan? Ik rolde op steen. Ja, heel klein beetje, heel klein beetje. Gast, jij vloog. Die ging echt hard, hè? Hoi, yo. Maar het was echt net aan, hè? Weet je wat het was? Ik zette heel erg af omhoog. Ja. Dus... Maar je tripte hem een beetje in de lucht. Ja, weet je waarom? Maar ik niet zeker wist toen ik hem ging halen. Holy fuck. Eén ding weet ik wel, ik skip. Hoezo? Bro, je weet zelf ook wel. Jij kan dit ook. Nee. What hij is echt, fuck, hij is echt heel ver. Oh, ik zit helemaal te trillen van adrenaline gewoon. Holy shit. Ik denk echt wel dat jij het ook zou kunnen, hoor. Nee, echt niet. Geen volgende keer. Ja. Ik heb hier dus ooit al een keer eerder gestaan om te kijken of ik deze sprong zou kunnen. En toen was ik samen met Miles. En toen zaten we allebei van, ja, het zou kunnen, maar nee, gaan we niet doen. Maar nu wil ik even Miles bellen, even zeggen dat ik hem heb gedaan. En even kijken of hij misschien langs wil komen en hem ook wil proberen of zoiets. Yo, bro. Hey, weet je nog dat wij toen gingen kijken bij zo'n jump over water bij mij in de buurt? Ja. Ik heb die nu gedaan. Ben je serieus? Ja. What the fuck, gast? Hey, maar, ik weet niet of jij thuis bent, maar we hebben een goede setup gefixt. Dus als je langs wil komen, dan ben je welkom. Nou ja, ik ben thuis. Ik ga alleen wel zo eten. Maar dan kan ik na het eten wel komen. Moeten we hopen dat onze pallet niet gejat wordt. A few moments later. Nou, daar is hij hoor. Daar is hij. Dat hoop ik wel. Heb je extra kleding bij je? Nee. Oké, slim. Nou, laten we gaan kijken. Let's go. Hierachter hebben we onze dingetjes neergelegd om de setup goed te maken. En de landing heb ik al voor je getest. En die is goedgekeurd. Wel een beetje glad. Maar hij is goedgekeurd. Oké, hier is Sam. Die komt toevallig even langs tijdens zijn werk. Maar die zegt van, ga jullie echt hier overheen springen? Dus ik zeg, ja, je moet eigenlijk even voor de lol even hier gaan staan. Hé, makkelijk joh. Ja, easy toch? Ja, nee. Doe je mee? Nee, tuurlijk niet. Heel gek geworden. Nee, maar met een goede setup is het best te doen. Gaat hij het nu doen? Nou, hij is even aan het opwarmen. Maar als het goed is, gaat hij het proberen. Je hebt alles nu weer gedaan. Nee, ik heb het net gedaan. Ik vind het helemaal goed zo. Hey, werk ze. Yo. We hebben het uitgerekend in centimeter. Dit is de exacte afstand. 15, 16, 17. Als je tot mijn voet komt, zou je het moeten redden vanaf de put. Nee. Ik red dat nooit. Dat is bijna. Ja, die zou je zeker redden. Wow. Gaat het? Jesus. Ja. Ik wist niet dat we hier een schaatsbaan hadden. Holy shit. What the fuck was dit? je moet niet aanlopen voor een sprong die je wel eens eerder hebt gedaan. Je moet echt kaulo hard rennen. Je moet... Ik heb mezelf nog nooit zo hard zien rennen volgens mij. Het is echt... Zo, ik kan dus aan de overkant alvast gaan staan voor de angle. Ja. Dan ga ik jou alvast een box geven. Succes. En, dank u. Veel plezier. Als jij goed uitkomt met je stappen en je aanloop alles, dan kan je hem. Maar je moet wel goed uitkomen. Succes, bro. Gewoon klaarstaan, diep ademen, aftellen in je hoofd en go. Holy shit! Hij is echt tot toe verder! Let's go! Holy shit!
Lekker gaan. Lekker gaan. Lekker. Dit is toch fucking ziek? Dat was fucking vet. Ja, hè? Geen last van je rug of whatever van die rol? Nee, nee, hier is zo'n klein schaafje op mijn, oh, ja, op mijn elleboog. Rug, oh, een beetje. Oh shit, gast. Sick. Fucking hell, gaaf. Zo erg aan het focus van, ik moet tandtoe hard en ver springen. En, ja, ja, dan in de sprong zit je opeens, ik weet niet of dat genoeg was. Ja. In de sprong zit je echt van, misschien heb ik niet helemaal goed op mijn techniek gelet. Oh, maar wel lekker, gast. Let's go. A few moments later. Zo, en we zijn doorgelopen naar een volgend spotje die Luca heeft. Wat? Hier houden zeker me zo voorspel. Maar we zijn dus doorgegaan naar een volgend spotje. En dat is hier. Ja, je zal waarschijnlijk heel veel water en gedoe horen. En dat komt omdat hier een soort van watervalletje is. Maar het idee is vanaf hier naar daar. Oké, en dit is het moment dat het even allemaal wat anders verliep dan gepland. Namelijk, wij waren natuurlijk van plan om die sprong te gaan doen over het water naar het muurtje. Maar toen kwam deze vent ineens aanlopen en deze vent had iets te veel gedronken, om het zo te zeggen. En wij zaten hier natuurlijk gewoon te chillen en kijken of we die sprong konden doen. Maar die man die dacht dus dat wij in het water zouden gaan duiken of springen of zo. Maar het water was hartstikke ondiep, het was misschien 30 centimeter diep, dus daar kan je natuurlijk nooit in duiken. Dus deze vent was hartstikke dronken en die stond hier en wij zaten echt van, wat moeten we hiermee? En uiteindelijk ging hij dan ook weg en heb ik die sprong nog gedaan, maar voor de rest hebben we helemaal niks meer gedaan. Hoezo? Hij zegt dat jij moet springen, gaat zelf niet springen. Hij gaat staan, van, we gaan samen springen, zegt hij. Ja, dat zo. Hij zei, we gaan samen springen, joh. Bro, ik zweer je, volgens mij is dan die gozer daar echt klaar om te gaan springen, ouwe. Kijk, we zijn nu weer met iedereen te praten, joh. Wat een guy. Wat een guy. Maar nu degene, hij is weg. Dit is echt heel kut.